Goedemorgen allemaal en welkom bij dit Netspar webinar. Naast mij zit Raymond Montizaan van de Universiteit Maastricht. Die gaat jullie wat meer vertellen over zijn onderzoek naar duurzame inzetbaarheid vanmorgen en de feiten en fabels rondom een leven lang leren. Welkom Raymond, ik geef jou gewoon meteen het woord. Veel succes. Goedemorgen dames en heren. Op deze vroege mistige morgen hier in Tilburg. Vandaag gaan we het hebben dus over duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. En mijn naam is dus Raymond Montizaan van Maastricht University. En in 2010 ben ik daar gepromoveerd op het onderwerp Pension Rights, Human Capital Development and Wellbeing. Sinds 2010 ben ik daar ook dus onderzoeksleider bij het Research Center for Education in the Labour Market, ROA, van Maastricht University. En onder andere was ik dus projectleider van het NetSpa project Work, Health and Retirement. En daarnaast doe ik dus ook onderzoek naar een Horizon 2020 grant over de impact van robotisering op de arbeidsmarkt. Dus mijn roots zitten dus eigenlijk in de arbeidseconomie en we zijn voornamelijk geïnteresseerd van hoe kunnen we mensen eigenlijk gewoon werkzaam houden op de arbeidsmarkt. En dat zal vandaag ook in dit webinar centraal staan. Dit webinar is eigenlijk gebaseerd op een trend die we in de arbeidsmarkt zien. En dat is dat als we kijken naar ons pensioenstelsel, zien we dat de arbeidsmarkt, als we kijken naar onze arbeidsmarkt en het pensioenstelsel, dan zien we dat er toch behoorlijke grote vertragingen plaatsvinden. En dat zien we eigenlijk in dit figuurtje het mooist. De arbeidsparticipatie van ouderen neemt enorm. Die is toegenomen van 40% naar 60%. Na 2015 is die nog veel verder gestegen. En hier zijn natuurlijk al die veranderingen van in het pensioenstelsel zijn hiervoor verantwoordelijk. De stijging is voornamelijk eigenlijk het sterkst sinds 2006. Dus voornamelijk de afschaffing van prepensioen dus is hier enorm debet aan geweest. En dat betekent dus dat mensen gaan langer doorwerken. En dat heeft natuurlijk implicaties voor HR-managers. Dat heeft implicaties voor hoe bedrijven hun werkzaamheden moeten organiseren. Belangrijk is daarbij dat we weten ook al van onderzoek, en daar hebben wij veel onderzoek naar gedaan, dat voornamelijk risicogroepen op de arbeidsmarkt kunnen eigenlijk niets anders doen dan maar doorwerken. Dus deze trend die we dus hier zien, die wordt voornamelijk veroorzaakt door mensen die dus laag opgeleid zijn, mensen met lagere inkomens en mensen met een slechtere gezondheid. Want mensen namelijk die een hoger inkomen hebben, die meer vermogen hebben, die kunnen alsnog vroeg pensioen veroorloven. Nou, dat betekent dus dat het een hele belangrijke vraag zich eigenlijk niet zich voordoet, is van kunnen mensen dit? Interessant daarbij is dat niet alleen mensen, en dit is ook een onderzoek wat wij in het verleden gedaan hebben, dat niet alleen mensen later met pensioen gaan, maar dat we ook voornamelijk zien dat er verschillen zijn tussen twee verschillen, dat er ook verschillen zijn in het doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd. En dat laat dit figuurtje zien. Wat we in dit figuurtje laten zien is de trend voor lager opgeleide, hoger opgeleide en middelbaar opgeleide mensen met de arbeidsparticipatie, dus na de pensioengerechtigde leeftijd. En het meest interessante is wat we hier zien, is dat ten opzichte van 1995 zien we dat eigenlijk die arbeidsparticipatie is aan het stijgen. Maar wat we ook zien is dat als je kijkt naar die lager opgeleiden, dat die stijging ongeveer 300% is. Dus die groep mensen die na hun AOW-gerechtigde leeftijd blijft doorwerken, is eigenlijk verdrievoudigd. Bij hoger opgeleiden, 50% erbij, maar dan heb je het wel gehad. Wat betekent dat nou? Dat mensen werken dus de risicogroepen, die werken dus langer door en ook voorbij de pensioengerechtigde leeftijd. We weten ook wat hier de oorzaak achter is. En de oorzaak is dat het toch vaak te maken heeft met dat deze mensen ook bijvoorbeeld een gat in hun pensioenvermogen hebben, omdat ze bijvoorbeeld in het buitenland gewerkt hebben. Of bijvoorbeeld dat ze inderdaad bijvoorbeeld schulden hebben, waardoor ze dus eigenlijk gedwongen worden om extra door te werken. Interessant is nu dat de vraag is natuurlijk van, is dit iets wat we moeten willen? Maar kan iedereen wel langer doorwerken? Is langer doorwerken überhaupt wel gezond? Hè? En belangrijk is daarbij, welke investeringen in het menselijk kapitaal zijn dan nodig om ervoor te zorgen dat mensen langer blijven doorwerken? En voornamelijk dat laatste speelt een belangrijke rol, omdat natuurlijk
die pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd. We hebben te maken natuurlijk met de verzorging van het pensioenstelsel. We dwingen mensen om langer door te werken. Maar de vraag is, hoe kunnen we ook mensen motiveren om langer door te werken? En dan in een positieve wijze. En dat is waar we in dit seminar specifiek aandacht aan willen schenken. Er is dus noodzaak voor een flankerend duurzaam inzetbaarheid, gericht op behoud van het verhogen van menselijk kapitaal. Zeker ook omdat mensen nu toch wel ongeveer 10 jaar langer doorwerken dan zo'n 20 jaar geleden. Moet je natuurlijk afvragen van wat betekent dat voor de menselijke kapitaalontwikkeling? En de vraag is, hoe moeten we dat gaan doen? En dan komen we bij de agenda van dit seminar. Wat ik vandaag met u wil bespreken is duurzame inzetbaarheid. Hoe leren we eigenlijk? En de vraag is, waarom stel ik die vraag eigenlijk? Omdat voordat we moeten gaan kijken naar hoe gaan we nou die duurzame inzetbaarheid verbeteren? Hoe gaan we nou investeren in menselijk kapitaal? Moeten we eerst weten, wat is de meest optimale wijze om te investeren? Het tweede punt is dan, welke HR-instrumenten kunnen oudere werknemers stimuleren om langer door te werken? En het derde punt is, hoe zorgen we ervoor dat employability en menselijk kapitaal dan ook echt up-to-date blijven? Nou, we beginnen met dus, hoe leren we eigenlijk? En daarvoor wil ik nu eigenlijk u gaan vragen om een poll te beantwoorden. En de poll, als het goed is, ziet u die nou in beeld. Daar komen we straks op terug, dan vragen we de poll nog een keer. Maar waar we dus eerst mee gaan beginnen is, om een beter maatwerk te leveren, moeten pensioenfondsen meer doen om persoonlijkheid van hun cliënten in kaart te brengen. Ik zie dat veel mensen hem al invullen. En ik ben benieuwd dus ik zie dat ongeveer zo'n 67% zijn op dit moment ja. Nou, dat is nu 50-50, 50-50. Maar om dat betere maatwerk te leveren, wat moeten we doen? Ik weet niet hoeveel mensen hem nu al in hebben gevuld. Dat kunnen we ook niet zien. Het gaat nog heen en weer. Spanning stijgt. Het is 50-50 ongeveer. Ja, krijgt een beetje meer de overhand. Nou, het blijft nu ongeveer stabiel staan, denk ik. Hè? Maar als mensen nog willen invullen, dan kan dat natuurlijk zo. 59% zegt ja en 41%. Nou, 57% zegt ja, 43% zegt nee. Het blijft nog heen en weer gaan, maar het is ongeveer 50-50. En we gaan straks kijken of het antwoord dan nog steeds 50-50 is, of dat we het toch anders moeten doen. Maar we beginnen eigenlijk eens met die menselijke kapitaalontwikkeling. En de vraag is van, hoe leren mensen? En het mooie voordeel is dat, er is een Nobelprijswinnaar, James Heckman. Ah, we hebben al twee vragen. Dan gaan we eens even kijken naar die twee vragen. Persoonlijkheid, is dat een psychologisch profiel? En dat is een vraag van Leontien Treur. Het antwoord is ja, dat kan. Het kan een psychologisch profiel. En dan Femke Prandi, die had ook een vraag. Zijn oplossingen als het generatiepact wel geschikt voor juist de risicogroepen? Of maken juist de hoger opgeleide, hogere inkomens hier gebruik van? Daar kom ik eigenlijk nog op terug straks. Maar het antwoord is natuurlijk, maken daar voornamelijk hoger opgeleide en hogere inkomens voornamelijk hiervan gebruik. En het punt is, wat we eigenlijk zullen zien, is dat heel veel van de maatregelen die worden voorgesteld, ook op HR, voornamelijk altijd worden gebruikt door hoger opgeleide. Er zijn enkele dingen, enkele instrumenten, die daarentegen juist meer door lager opgeleide worden opgepikt. Belangrijk is daarbij vaak dat ook de kennis die je moet hebben om deze instrumenten te kunnen doorgronden, dat die natuurlijk die kennis is doorgaans hoger bij hoger opgeleiden. En die hoger opgeleiden zullen dan dus ook vaker daarvan gebruik maken. Nou, dat heeft allemaal te maken dan ook weer met die menselijke kapitaalontwikkeling. En dan komen we terug bij James Heckman, een Nobelprijswinnaar. En hij heeft een heel mooi paper ooit geschreven in de PNAS 2007, een wetenschappelijk journal, waarbij hij dus vraagt, hoe ontwikkelt zich nou menselijk kapitaal? Die vaardigheden, gezondheid, etc. En ik zie een vraag van Henk van Drunen. Hè, bedoelen we nou met hoger opgeleid niet hoger inkomen? We bedoelen allebei. Het is hoger opleiding leidt tot een hoger inkomen. Hoger inkomen heeft daarentegen natuurlijk ook weer een impact op hoge opleiding. Het houdt met elkaar verband.
Die menselijke kapitaalontwikkeling, waar begint die nou eigenlijk? Nou, en dan is het antwoord eigenlijk al heel simpel. Het begint eigenlijk al bij nurture versus nature. Het begint al, zoals u kunt zien hier bij de twee baby's, het begint al als je heel jong bent. En belangrijk is, en dat is ook heel erg belangrijk voor die pensioendiscussie, dat cognitieve vaardigheden, waaronder voornamelijk rekenvaardigheden, maar ook dus financieel geletterdheid en dergelijke, die daar ook sterk mee samenhangen, die doen ertoe. En die worden voornamelijk in het begin van je levensfase ontwikkeld. Dat betekent dat voor die opleiding, dus eigenlijk de eerste 5 jaar van je levensfase zijn cruciaal. En dat bepaalt uiteindelijk ook hoe goed je in staat zal zijn om je pensioen te bereiken. Dus die verschillen die bestaan in vaardigheden ontstaan op hele jonge leeftijd. Die vaardigheden zijn manipuleerbaar op verschillende leeftijden. Bijvoorbeeld rekenen en taal, die zijn heel vroeg manipuleerbaar. Maar als je dus na je 12e, dan wordt dat dan een stuk minder. Hè. Tenzij als je dus bijvoorbeeld, als je rekenvaardigheden dus op je lagere school, als je dat niet goed hebt ontwikkeld, dan wordt het later op de universiteit heel moeilijk om dat in te halen. Emotie, zelfregulatie, dat is veel langer manipuleerbaar, tot bijvoorbeeld 25 jaar. En dan heb je bijvoorbeeld over de prefrontal cortex. Die ontwikkelt zich nog. En dat betekent dat, en als we dan terugkomen op de vraag dus van Leontien, dat bijvoorbeeld psychologie veel makkelijker manipuleerbaar is. Maar rekenen en taal, financiële geletterdheid, eigenlijk dus niet. En dat betekent dus dat investeren in financiële geletterdheid, op basis wat we weten van het onderzoek van heel veel papers uit de arbeidseconomie, dat eigenlijk investeren in financiële geletterdheid geen zin heeft. Het heeft geen zin om mensen proberen nog te verbeteren met hun vaardigheden. Natuurlijk, financiële geletterdheid investeren, als jij investeert, het zal voornamelijk hoger opgeleide mensen helpen, niet lager opgeleide. Belangrijk is ook, als je wil investeren, dan betekent het dat je dan voornamelijk eerder moet investeren. Des te eerder je investeert, des te sneller je kunt leren en kunt voorbouwen op vaardigheden. En dat wordt ook wel het multiplier effect genoemd. Ik zie dat Leontien zegt, ja, toch heb ik alle vreemde talen na mijn 12e geleerd. Klopt, natuurlijk is er altijd uitzondering en iedereen kan het doen. Maar je had het sneller geleerd en nog beter geleerd als je het voor je 12e had geleerd. Belangrijk is daarbij, als je bijvoorbeeld, dat weten we van onderzoek, als je dus kinderen dus voor hun 12e bijvoorbeeld al thuis met verschillende talen spreken, gaat alles veel natuurlijker. Je moet veel meer investeren. De investering is dus ook groter. En dat betekent dus ook dat als we dan gaan kijken naar het multiplier effect, dat betekent dat vaardigheden leiden tot meer vaardigheden, maar vaardigheden die in het begin opdoet, leiden er ook toe dat je nieuwe vaardigheden ook sneller leert. Dat betekent dus dat een hoger opgeleide ook op het moment dat ze voorlichting krijgen van een pensioenfonds, dat ook sneller kunnen verwerken dan iemand die lager opgeleid is. Niet alleen omdat ze de vaardigheden hebben, maar ook betere vaardigheden hebben om te leren. Ja, en dat betekent dat, en dan krijgen we dus een laatste punt wat ik eigenlijk wil zeggen, wat dus uit die hele literatuur blijkt, en dan praten we over duizenden studies hierop. En wat dus ook door deze Nobelprijswinnaar ook naar voren werd gehaald, is dat persoonlijkheid kan cognitieve vaardigheden daarentegen versterken. Dus het kan zo zijn dat je misschien cognitieve vaardigheden mist, maar dat bijvoorbeeld, dat je dus door in te spelen op persoonlijkheid, vervolgens er wel toe kan leiden dat bijvoorbeeld mensen alsnog de juiste keuzes kunnen maken. En bijvoorbeeld dingen die op latere leeftijd veel makkelijker zijn te beïnvloeden, zijn dingen zoals motivatie, volharding, moed, de mate waarin je een locus of control hebt, de mate waarop je denkt dat je toch dingen onder controle kan hebben. En deze, die kan je, we weten nu dat persoonlijkheid eigenlijk het meeste natuurlijk ontwikkelt, tot aan je adolescentie, maar daarna blijft je persoonlijkheid ontwikkelen. En dat betekent dus dat persoonlijkheid is iets waar je nog veel meer op kan inzetten. En dat is ook heel belangrijk, en dat wil ik je toch eventjes laten zien. Dat ga ik zo laten zien. Eerst gaan we even wat samenvatten. Maar wat ik in ieder geval alvast kan verklappen, is dat die persoonlijkheid eigenlijk een hele belangrijke factor is voor als mensen, op het moment dat mensen geen rationele keuze kunnen maken, dat ze dan op dat moment zeggen van, ja, weet je wat, hoe moet ik dan een keuze maken? Dan gaat die persoonlijkheid een hele belangrijke rol spelen. Komen we zo op terug.
Maar in ieder geval een aantal lessen die we uit de arbeidseconomie kunnen trekken. En die ook van belang zijn voor de pensioencommunicatie, is dus dat het aanleren van nieuwe vaardigheden op oudere leeftijd, waaronder dus die financiële geletterdheid, weinig efficiënt is. Het kost namelijk enorm veel moeite om 50-plussers, die eigenlijk laag opgeleid zijn, om die in heel veel kennis bij te brengen, omdat ze die kennis missen en omdat we trager beginnen te leren over de leeftijd. En het heeft ook weinig opbrengst. En ook nog een punt wat ook nog in de literatuur blijkt, van op het moment dat je dan mensen die vaardigheden hebben aangeleerd, als je dat op jonge leeftijd doet, dan heb je daarna heel weinig incentives nodig om al die vaardigheden op peil te laten. Maar als je daarentegen dat op oudere leeftijd leert, dan moet je enorm voor blijven investeren om die vaardigheden op peil te leren, op peil te houden. Dus het kost gewoon heel veel geld om eigenlijk te investeren in financiële geletterdheid. Voorlichting is dus ook minder effectief voor risicogroepen. Dat is belangrijk om te beseffen. En dat bevoordeelt voornamelijk de mensen die goed ontwikkeld zijn. En als men tot een risicogroep behoort op latere leeftijd, dat is ook een heel belangrijk issue. Meestal zal men vanwege dus het feit dat men langzamer leert, ook niet daarin blijven. Of zal men daarin blijven. Nou, dan is de vraag, de illustratie, dan wil ik u toch even een paper laten zien. Dit is een resultaat van een paper over investeringsgedrag, persoonlijkheid en financial literacy. En wat we erin hebben gedaan, is we hebben gekeken naar, oké, eigenlijk is het verstandig als mensen zouden gaan investeren. En wie doet dat dan? Het meest interessante is, die persoonlijkheid een heel belangrijk aspect is, risicoaversie natuurlijk, hè? Tenminste, als je extreem risicoavers is, dan ga je niet investeren. Investeer je overigens ook niet in je opleiding. Patience, tenminste als je vooruitkijkt, dan investeer je ook meer. En je locus of control, als je denkt van ik ben in controle, ik moet mijn situatie veranderen, ook dan doe je meer. En dat is wat we eigenlijk terugzien in dit paper. Belangrijk is dat die internal economic locus of control, dus de mate waarin je denkt dat je controle kan hebben over je situatie, is net zo belangrijk dus als risicoaversie en patience. Het leuke is echter, en dat is wat we dus zien eigenlijk in dat tweede vakje, waarbij we dus die high objective financial literacy hebben, daar kijken we naar een interactie. En wat we dan eigenlijk hier laten zien, is dat als je dus hooggeletterd bent, je bent goed ontwikkeld, dan heeft dus die economic locus of control eigenlijk geen effect. Daarentegen, ben je laaggeletterd, dan neemt die locus of control toe. Dus met andere bewoordingen, mensen investeren wel degelijk, lager opgeleide mensen kunnen wel degelijk investeren. En dat is natuurlijk de risicogroep. Dat is de risicogroep die doorgaans eigenlijk weinig investeert. Maar dan moeten ze wel een economic locus of control hebben. En dan moeten ze dus het idee hebben van misschien kan ik niet de juiste keuze maken, of ik heb niet de voldoende kennis, maar ik weet dat als ik het niet doe, dan snijd ik mezelf in de vingers. Datzelfde zien we dus met risicoaversie en ook met toekomstgerichtigheid, dat die persoonlijkheid dus een hele belangrijke rol speelt. En voor de risicogroepen moeten we dus beseffen dat als mensen een keuze maken, men dat doorgaans niet maakt op basis van de kennis die ze hebben, want die kennis die missen ze vaak, maar op basis van hun persoonlijkheid. Dus de menselijke kapitaalontwikkeling, een focus in de pensioencommunicatie, moet dus op datgene liggen dat vooral bij risicogroepen de pensioenbeslissing eigenlijk zou moeten beïnvloeden. En dat is dus die persoonlijkheid. En ook, dat is dus eigenlijk wat we ook nog op latere leeftijd kunnen beïnvloeden. Dan stel ik voor dat we nog even weer naar een poll gaan, want na dit betoog om toch wat over te doen met persoonlijkheid, vraag ik me af van als we dan naar die risicogroepen zouden moeten kijken, van zouden we er dan toch nog iets moeten doen met die pensioen? Met die personality. Dus ik ben benieuwd, als we nou dezelfde poll nog een keer geven, wat dan uw antwoord daarop is. U kunt de poll weer invullen. Nou,
Dat is nog niet heel overtuigend, maar ik zal zeggen dat we hebben toch wat mensen over de streep gekregen. Dat is hartstikke mooi om te zien. En natuurlijk van de mensen die eigenlijk zeggen nee, hè, daar ben ik graag benieuwd straks. Stuur gewoon eventjes wat op en zeg van, ja, waarom is persoonlijkheid überhaupt niet van belang? Waarom moeten we dat niet gaan doen? Maar een belangrijke vraag, waar ik van overtuigd ben, is dat het belangrijk moet zijn voor pensioenfondsen. Om na te denken van, ja, van wie heb je nu eigenlijk voor je? En ik denk dat dat is iets wat bij mij in ieder geval heel erg speelt. En dat kan helpen om uiteindelijk een beter beeld te krijgen. Aha, kijk, en dat is een hele goede vraag. Hè? Waarom pensioenfondsen, Emiel Egging? Dat is eigenlijk een hele goede vraag, want dan gaan we eigenlijk naar het HR-gebied toe. De vraag is natuurlijk van, moet deze verantwoordelijkheid alleen liggen bij pensioenfondsen? En dat is eigenlijk een heel terecht punt. Wie kent de werknemer het best? Dat is waarschijnlijk de werkgever. Het is inderdaad echt een heel terecht punt wat Emiel hier eigenlijk naar voren brengt. Van, ja, moeten dat nou alleen pensioenfondsen zijn? Nee. Ik denk ook dat er een rol zal liggen voor werkgevers. Om te kijken van kunnen wij mensen bijvoorbeeld binnen onze organisatie als een risicogroep zien? En hoe kunnen we die dan helpen? En ik denk dat het op dat punt, het zal een combinatie moeten zijn van werkgevers en pensioenfondsen om die risicogroepen in kaart te brengen. En om te zeggen van, deze persoon heeft extra hulp nodig. Ik denk dat er zeker echt voor de HR-afdelingen hier ook een hele belangrijke slag te halen valt. Dus Emiel, heel goed punt. Had ik eigenlijk willen zeggen, maar ik was bijna vergeten. Dus bedankt. Dan gaan we naar het tweede onderdeel. En dan gaan we kijken naar het tweede onderdeel van deze masterclass. Als we dan weten dat nou eigenlijk leren geen effect heeft voor de pensioencommunicatie, moeten we dan daar überhaupt wel investeren? Antwoord is ja. Maar vanwege een andere reden. Nou, we hebben gekeken in onderzoek naar welke HR-instrumenten oudere medewerkers kunnen stimuleren om langer door te werken. We hebben gekeken naar 46 verschillende op 48 algemene HR-instrumenten, 17 HR-instrumenten die gericht waren op ouderen. Wat we hebben gedaan is, we hebben uiteindelijk surveys gehouden onder werkgevers en werknemers en we hebben die gelinkt en we hebben gekeken, wat zeggen de werknemers, wat zeggen de werkgevers en hoe leidt dat beleid van werkgevers nou tot motivatie van werknemers? En dat paper is onlangs gepubliceerd in het Journal of Vocational Behavior. Daarin hebben we dus gekeken naar van, wat is nou eigenlijk een goede HR-instrument? Voordat we verder gaan, zie ik dat we allereerst nog een poll moeten gaan doen. En we zien ook nog een vraag van T.I. Benedictus, als ik het goed uitspreek. En wat T.I. zegt is, ik vind het persoonlijk in deze de vraag over persoonlijkheid veel te breed om ja op te zeggen. In eerste instantie volgens mij ook vooral belangrijk om het opleidingsniveau in beeld te brengen. Dat is eigenlijk wat ik niet zeg. Opleidingsniveau is natuurlijk allereerst belangrijk. Maar zelfs dan, je hebt genoeg mensen die... We weten eigenlijk dat er drie factoren zijn die een hele belangrijke rol spelen bij investeringen. Zowel in opleiding trouwens, als in bijvoorbeeld spaargedrag. En dat zijn dus dat is het risicoprofiel, hoe ver je naar voren kijkt. En dus ook die economic locus of control. En het zijn dus die laatste drie die je eigenlijk zou willen meenemen. En eventueel ook nog van in hoeverre mensen ook dingen vooruitschrijven. Want ook heel veel mensen hebben vaak de neiging om te zeggen van, moeilijke beslissingen schuif ik vooruit. En dat zijn eigenlijk dus 3 à 4 variabelen waar ik in eerste instantie voor inzet. Maar inderdaad, bijvoorbeeld, het zou een ideaal moment zijn. Stefan Vollenbroek vraagt, zouden dan pensioenfondsen persoonlijkheid moeten indelen, bijvoorbeeld bij algemene persoonlijkheidsprofielen? Dat zou een hele goede optie kunnen zijn. En dat is ook heel makkelijk iets wat je zou kunnen doen. Er zijn namelijk echt gewoon persoonlijkheidsschalen. De Big Five bijvoorbeeld. Waarbij je met een stuk of 10 vragen. Wie je echt gewoon binnen 5 minuten. Misschien nog wel minder. Zelfs binnen 2 minuten hebt ingevuld. Waarbij je een beeld hebt van wat voor persoon je voor je hebt. Dus het is inderdaad mogelijk om met een aantal. Kijk, je kunt niet de hele persoonlijkheid in kaart gaan brengen van mensen. Maar wel. Met de kernvariabelen kun je in beeld brengen door bijvoorbeeld een aantal vragen. En dat zou je kunnen gebruiken bijvoorbeeld voor algoritmes en data science.
Dan gaan we naar de poll. We gaan kijken dus naar onderzoek van de training en duurzame inzetbaarheid. Hè. We waren al eventjes één stapje verder. En de vraag is dan, voordat we verder gaan en gaan kijken van ja, hoe belangrijk is die training nou eigenlijk? Hè, van ja, hoe vaak wordt er nou getraind volgens u? Heeft u enig idee hoe vaak er nou getraind wordt? Dan gaan we hier kijken naar de poll. Het blijft ongeveer nu wel zo stilstaan. Nou, ik kan u in ieder geval zeggen van u bent heerlijk pessimistisch. U heeft het namelijk over dat van het percentage oudere medewerkers 55-plussers dat nog participeert in trainingen. Nou ja, dat zit tussen de 15% en 25% volgens u. Ik kan u geruststellen, het is 55%. Dus dat is best veel, maar onder jongeren zit dat bijna rond de 80%. Dus ze hebben wel degelijk een achterstand, maar die 55% is dus eigenlijk nog relatief te laag. Zeker ook als je nog 55 bent, dan moet je dus nog echt 12 jaar door. Maar er kan dus nog kan echt een slag geslagen worden, maar het is niet zo negatief als we vaak denken. En dat is op zich een heel belangrijk punt. En dat is ook heel belangrijk, omdat wat wij namelijk in ons onderzoek hebben kunnen aantonen, is dat die training en die duurzame inzetbaarheid het allerbelangrijkste, dat het trainingsbeleid van werkgevers het allerbelangrijkste HR-instrument. We hebben dus gekeken naar heel veel verschillende HR-instrumenten, bijvoorbeeld of je part-time kan werken, flexibele werkuren, ontzienmaatregelen. Het doet allemaal heel erg weinig met mensen. En een van die dingen is dat het ook vaak eigenlijk al die HR-instrumenten voornamelijk de CAO-technisch bepaald worden, maar dat werkgevers dan ook niet de extra mile ingaan. Dat werkgevers die refereren gewoon naar wat in de CAO staat, nou dit is beschikbaar of moet beschikbaar zijn. En dat motiveert weinig. En we hebben een vraag, geloof ik. Ik krijg te horen dat we een vraag hebben. Maar dienstverlening automatisch aanpassen op basis van persona's. Dat komt in de buurt van profiling. Daar komt AVG om de hoek kijken. Ja, dat ben ik met u eens. Maar op zich, als mensen bijvoorbeeld vrijwillig bijvoorbeeld een aantal vragen kunnen invullen, dan denk ik op zich dat op zich wel, moet wel een mouw aan te passen kunnen zijn. Dat gebeurt toch heel vaak eigenlijk al bij dienstverlening, ook bij heel veel verschillende bedrijven. Hè. Het gebeurt ook al bij, als je bijvoorbeeld bij bol.com bijvoorbeeld iets gaat bestellen. Hè. Dus in die zin denk ik dat ja, de AVG komt om de hoek kijken, maar ik denk wel dat zeker als je mensen bijvoorbeeld vraagt van ja, we willen u helpen. En door deze vraag in te vullen, kunnen we proberen maatwerk te leveren? Dan denk ik op zich dat dat op zich niet een enorm groot probleem zou moeten zijn. Het moet alleen goed aangekondigd worden. Maar dan terug naar die training en die duurzame inzetbaarheid. Dus training was het allerbelangrijkste instrument. En wat we namelijk vonden was dat alleen dus door een positief effect van het aanbieden van trainingsmogelijkheden had een impact op de verwachte pensioenleeftijd. En een intensief trainingsbeleid, dus het aanbieden van zo'n trainingsmogelijkheden, leidde ertoe dat mensen 8 maanden later wouden stoppen met werken. En dit is een enorm effect. Dus zo'n trainingsbeleid heeft eigenlijk een net zo groot effect als de verhoging van de pensioenleeftijd die tot stand is gebracht door de afschaffing van de prepensioenrechting. En dat is een belangrijk punt, want dat betekent dat als we dus kijken dus naar die training en die duurzame inzetbaarheid, dat dus ja, gewoon het aanbod van zo'n trainingsbeleid, werkt gewoon even goed. Dat betekent dus dat verandering in zo'n pensioenstelsel mensen dwingt, maar dat een intensief trainingsbeleid mensen motiveert om eigenlijk hetzelfde te doen. En dat is een belangrijk issue. Die trainingsmogelijkheden, dat was eigenlijk het meest interessante, die zijn ook meer bepalend voor die verwachte pensioenleeftijd dan iemands feitelijke trainingsparticipatie. Het leuke was dus dat trainingsmogelijkheden aanbieden leidt ertoe dat mensen uiteindelijk langer willen doorwerken, ongeacht of ze de training gaan volgen. En het effect was ook nog eens het sterkst voor de lager opgeleiden. En hier zien we dan een interessant ding. Dus blijkbaar, lager opgeleiden, ja, training is niet per definitie altijd het meest efficiënt, hè, want ze missen vaardigheden. Maar gewoon de mogelijkheid hebben, motiveert ze wel.
Ze hoeven het dus ook niet te doen. Ze hoeven ook niet te trainen. Het is dus puur de motivatie. En de vraag is dan van, wat zit hier dan achter? En dat hebben we dus nog verder onderzocht. En daar komt ook weer de psychologie om de hoek kijken. En wat bleek nou, is dat voornamelijk die lager opgeleiden zien die trainingsmogelijkheden als een signaal dat de werkgever hen nog steeds ondersteunt om hun inzetbaarheid op peil te houden. En eigenlijk ook nog steeds interesse in hen heeft. Hè. Het biedt een vangnet. En werknemers zien het dus als een goed gedrag van hun werkgever. Hè. Dus dat die werkgever zegt van ja, ik geloof nog in je. En zeker dat zo'n signaal is voor die lager opgeleide heel belangrijk. En wat we nou in dit paper laten zien is, we hebben dus allemaal psychologische kenmerken van die werknemers. Eigenlijk gewoon van die hele simpele schalen die u ook bijvoorbeeld in uw pensioencommunicatie of binnen uw HR-afdeling eigenlijk heel simpel kan implementeren. En eentje ging dus over positieve wederkerigheid. En positieve wederkerigheid is dus het omgekeerde van oog om oog, tand om tand. Dat betekent van oké, als jij nou positief bent ten opzichte van mij, dan ben ik ook bereid om voor jou de extra maal te doen. En mensen die insteek hebben, standaard, dus ongeacht van waar ze nou werken, dat zijn de mensen die het meeste eigenlijk op zo'n signaal eigenlijk reageren. Dat betekent dus dat als je als werkgever oprecht geïnteresseerd bent in je werknemer en je geeft een signaal van ja, ik ben bereid om nog steeds in te investeren, dan zie je dus dat die positieve wederkerigheid een hele belangrijke rol gaat spelen. Dus een van de belangrijkste dingen is, ja, voor motivatie is het nodig dat werkgevers oprecht geïnteresseerd zijn. Ik ben heel benieuwd naar dit onderzoek. Waar kan ik dit vinden? Friet Lepool. Lepool, ik weet niet precies hoe ik het moet uitspreken. Nou, dit onderzoek, dat kunnen we, denk ik, later na deze webinar kunnen we het wel delen. Dat is geen punt. En dan zorgen we ervoor dat het jullie kant op komt. Maar dus die positieve wederkerigheid, goed gedrag van de werkgever, leidt ertoe dat werknemers ook gewoon echt gewoon gemotiveerd worden om langer door te werken. Nou, dus investeringsintenties in menselijk kapitaal zullen dus niet altijd die financiële geletterdheid verbeteren of leiden tot betere pensioenbeslissingen, maar wel dus die verhoogde motivatie. Nou, dan is de vraag van ja, oké, we investeren, maar ja, tenminste, we moeten er niet natuurlijk alleen maar een trainingsaanbod aan gaan geven. We moeten natuurlijk ook gaan proberen dat trainingsaanbod aan te passen aan de wensen van oudere werknemers. De vraag is dus, hoe zorgen we ervoor dat de employability en menselijk kapitaal up-to-date blijven? En daarvoor moeten we eigenlijk twee hele belangrijke dingen onderscheiden. En dat is dat we hebben fluid abilities en crystallized abilities. Die fluid abilities, dat houdt in, wat ik eigenlijk dus hierboven al zeg, is dat jongen en ouderen leren anders. Die fluid abilities, die hebben dus te maken met performance. Dus de vraag is van hoe snel kun je nou eigenlijk dingen oppikken en ook nieuw materiaal tot je nemen. En wat we weten is dat daalt nou met de leeftijd. Crystallized intelligence houdt in van ja, je doet ook nog eens ervaring op. Hè? Abilities that improve with accumulated knowledge, verbal meaning and word fluency. En dat stijgt met leeftijd. Met andere bewoordingen, je hebt ervaring. En je leert en je bouwt dingen op. Hè. Dat zie je ook eigenlijk terug in wat die papers dus laten zien van Heckman. Vaardigheden bouwen op vaardigheden. En daardoor op een gegeven moment leer je gewoon dingen sneller te herkennen. En fluid abilities van ja, als je iets voor het allereerst ziet, ja, dan hebben jongeren dus absoluut een voordeel. Ik zie een aantal vragen binnengekomen, geloof ik. Hè. Eentje. En dat is. Dus de perceptie dat goede trainingsmogelijkheden zijn voor 55-plussers is belangrijker dan het gebruik ervan. Is het ook effect gemeten wat het doet met goed werkgeverschap? Ja, we hebben dus dit inderdaad geprobeerd te relateren aan goed werkgeverschap. En dat goed werkgeverschap is dus eigenlijk ook de kern. Kijk, het is dus niet alleen trainingen wat een rol kan spelen, hoewel die trainingen natuurlijk ook heel specifiek ingaan op natuurlijk de persoonlijke situatie van mensen. Maar goed werkgeverschap zit hier dus inderdaad echt achter. En hoe zit het dan met versleten ruggen? Dat is een vraag van Willem Jan Boot. Natuurlijk, gezondheid speelt hier een hele belangrijke rol.
natuurlijk ook. Daar ga ik zelf nu deze presentatie iets minder op in. Maar wat we over het algemeen zien is dat bijvoorbeeld mensen in de literatuur zien we eigenlijk dat gek genoeg voornamelijk lager opgeleide voornamelijk het meeste baat hebben om langer door te werken. Het klinkt heel fout, want ja, heel veel mensen zeggen van, ja, maar die versleten rug, het is die gezondheid. Maar het interessante is wat we zien is dat vaak de gezondheid van lager opgeleide mensen als die blijven doorwerken. Dat die dan ook langer goed blijft dan als ze dan snel stoppen. Vaak omdat bijvoorbeeld, als je een fysiek zware baan hebt gehad en je stopt, daarna dan stoppen die mensen vaak ook met bewegen. En dan zie je vaak ook terug dat deze mensen dan bijvoorbeeld ook minder gaan bewegen. En daardoor, we zien dus bijvoorbeeld dan, zeker bij lager opgeleide, bijvoorbeeld obesitas enorm toenemen. Anderzijds zie je vaak dat bijvoorbeeld bij hoger opgeleide gezondheid, de fysieke gezondheid, juist na pensionering bijvoorbeeld weer enorm toeneemt. Omdat ze juist weer gaan bewegen, omdat ze vaak zittend beroep hebben gehad. Daarentegen is het andersom voor de geestelijke vaardigheden. Bij hoger opgeleide neemt die sneller af na pensioen. Bij lager opgeleide kan die zelfs toenemen, omdat men vaak na pensioen vaak leukere taken kan gaan doen. Hè? Omdat men zelf natuurlijk dan iets kan gaan inzetten. Dus ja, hoe zit het nou met versleten ruggen? Natuurlijk een heel belangrijk punt. Maar het is niet zo eenduidig van dat bijvoorbeeld later met pensioen gaan, dat het dan bijvoorbeeld heel slecht of heel goed is voor de gezondheid. Wat wel belangrijk is, is dat dus jongeren en die ouderen anders leren. En dat is iets wat we dus heel duidelijk zien. En die fluid abilities en die crystallized abilities, die stijgen en die dalen dus met de leeftijd. En dat betekent dus dat als je dus een cursus wil gaan geven aan ouderen, dan is het veel beter om bij die cursussen rekening te houden met de ervaring die mensen al hebben. Bijvoorbeeld, hoe wil je bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een nieuw probleem moet introduceren, kun je het relateren aan oude problemen? Kun je bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld een computercursus moet gaan geven, hoe kun je die computercursus zo inrichten dat mensen bijvoorbeeld zeggen, aha, dus eigenlijk moet ik een oud vraagstuk nu bijvoorbeeld in iets nieuws gaan zetten. Dus met andere bewoordingen, fluid abilities jongeren kun je klassikaal onderwijs geven, meteen vol erin laten gaan, iets nieuws laten doen. Bij ouderen is het veel belangrijker dus om te kijken van oké, van hoe sluit het aan bij je huidige ervaring en hands-on training. En het leuke is, dus experience is the wonderful knowledge that enables you to recognize a mistake when you make it again. Dat is een heel belangrijk punt. En voordat we even naar de volgende slide gaan, kan ik misschien hier ook nog een leuk paper laten zien. Dit is ooit in een Mercedes plant gehouden, in een Duits paper. En wat wel leuk is, is het was Mercedes, er worden grote trucks gemaakt. En er zijn twee mogelijke fouten die je daar kan maken. Kleine foutjes die later hersteld kunnen worden en grote fouten, waarbij dan vervolgens de hele Mercedes truck dan volledig total los is. Wat is nou het leuke? Binnen die Mercedes plant hebben ze teams. En die teams die worden gerandomiseerd. Dus iedereen kan in een ouder team komen te zitten of in een jonger team. Maar er zit dus variatie in de leeftijd van die teams. En dat wordt gewoon steekproefsgewijs wordt het zo. Het leuke is nou dat wat je dus bijvoorbeeld zag, was dat die experience een hele belangrijke issue had. Of een hele belangrijke rol speelde van, ja, in het soort fouten dat werd. Oudere teams maken iets meer fouten dan jongere teams. Maar jongere teams, die zorgen, daarin zagen we een significant verschil in dat jongere teams, daar is vaker die truc tot de los. En uiteindelijk zijn die jongere teams duurder dan die oudere teams. En dat is een paper, dat is onder andere Matthias Weiss, een professor uit de University van Linz, uiteindelijk dus in Duitsland is geschreven. En het interessante is dus, experience is dus een hele belangrijke factor. Die bepaalt dat mensen productief blijven. En tegelijkertijd er ook toe leiden dat mensen dus ook gewoon veel efficiënter kunnen leren. Hè? Kijk, als je die fout weet en je hebt hem ooit één keer gemaakt toen je jong was, dan zul je hem niet nog een keer maken. Dan maar twee kleine foutjes die je later kan herstellen. Nou. Maar dan is de vraag, hoe leren we dan? En dan is er een paper van Thomas Zwick, maar dit is ook iets wat we nu dit is een paper uit 2013, maar zeer recentelijk. Ik heb het nog niet in deze presentatie kunnen verwerken. Maar in 2019 is een nieuw paper uitgekomen.
En wat zij laten zien is dat hier hebben we dus die fluid intelligence weer, hier hebben we die crystallized intelligence weer. En wat we dus laten zien is dat oudere medewerkers het meeste baat hebben bij voornamelijk informeel leren. Directe, relevante training. En van training die gebruik maken van crystallized intelligence. En bij het informeel leren, dan moeten we denken dus aan van, nou ja, gewoon bijvoorbeeld een extra taak op het werk, hè, wat je normaal eventjes bij doet. Het gaat om taken die inderdaad dus te maken, bijvoorbeeld gewoon net een variatie van een taak die je normaal uitvoert. Maar het gaat dus om kleine incrementele stapjes om dan te komen tot een efficiënt leerdoel. Het trainingsbeleid, wat Thomas Zwick eigenlijk in zijn wetenschappelijk artikel laat zien, is echter voornamelijk ingericht op de behoeften van jongeren en het formeel leren. En dat zien we ook terug in Nederlandse data. We zien dat bedrijven toch voornamelijk, als ze denken aan training, als ze denken aan leren, wat zie je dan terug? Nou, weet je wat? We gaan een cursus maken, we zetten iedereen in een hotel. Vervolgens dan wordt daar een module voor gemaakt en binnen 3 dagen moet het gedaan worden. Daarentegen informele leermodules, er wordt wel aan gewerkt, onder andere bijvoorbeeld bij bedrijven zoals Philips. Dat gebeurt veel minder vaak binnen de HR-praktijk. Terwijl juist dat informeel leren, waarbij je dus modules hebt die je bijvoorbeeld hands-on gewoon op je werkplek eventjes kan doen, dat is wat ouderen juist voornamelijk stimuleert. Belangrijk is dus eigenlijk wat de paper van Thomas Zwick laat zien, maar wat ook dus recentere papers laten zien, is dat er geen voldoende differentiatie is. En dit bepaalt dan ook, en dat is ook een belangrijk issue dan daarbij, dat er dus er is een lagere motivatie onder ouderen om te trainen. Maar die training, die lagere motivatie, komt ook dus voornamelijk vanwege het feit dat dus oudere werknemers ook nut niet inzien van die trainingen. En omdat die trainingen niet aansluiten bij hun behoeftes. Om een idee te geven, dat het heel erg toch wel speelt in de internationale wereld. Het is niet alleen iets wat in Nederland speelt. Hè. Het is ook bijvoorbeeld LNO-onderzoek van de Association for Talent Development, ATD. En wat ze dus eigenlijk laten zien is dat 49% van alle LNO-activiteiten worden aangeboden in een formele setting. 2/3 van de deelnemende organisaties gaf aan dat een informeel werk per creëren essentieel is en sterker benadrukt zou moeten worden binnen het bedrijf. En wat wel leuk is, Wikipedia, de directeur, die was onlangs gaf hij een prachtig interview waarbij hij zei van ja, dat informeel leren heeft de toekomst. En nou ja, iedereen die weet het, dus eventjes snel wat opzoeken op je telefoon, hè? Eventjes kijken naar je telefoon van, nou, of Wikipedia bijvoorbeeld, van even kijken hoe iets zit. Dat is informeel leren. Dus het informeel leren kan soms maar 5 minuten duren, maar je hebt wel geleerd. En dit bepaalt uiteindelijk dan ook dat je dus beter inzetbaar kan zijn. Dus informeel leren hoeft niet per definitie heel veel te kosten. Het hoeft ook niet heel lang te zijn. Het kunnen kleine modules zijn. En dat zijn voor oudere werkgevers is dat nog eens extra belangrijk. Omdat wat we ook weten van de literatuur, is dat ouderen doorgaans ook een grotere herstelbehoefte hebben. En bijvoorbeeld zo'n training, zo'n formele training, als die een aantal dagen vervolgens ergens in een hotel moet gaan zitten, dat is vaak ook heel erg vermoeiend. En vervolgens moet men vaak alsnog het werk inhalen. Terwijl juist informele vormen van leren hebben als additionele voordelen, dat informeel leren dat vaak flexibeler is en ook die herstelbehoefte dus minder wordt beïnvloed daardoor. Dus mensen kunnen makkelijker dat inpassen binnen hun eigen baan. Ik zie dat er een vraag is van Leontine. Wordt het aanbod van informeel leren via extra taken ook gepercipieerd als een trainingsaanbod? Of bestaat de kans dat het aanbod van formele cursussen meer impact heeft op de motivatie? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is om een mooi voorbeeld te geven wat ze dus op dit moment aan het doen zijn bij Philips, is dat ze dus dat allemaal aan het combineren zijn in een platform. En juist dat informeel leren wordt dus ook eigenlijk in dat ook in het platform gegeven als van ja, dus je moet zelf investeren. En het wordt ook gezien als een training. En ze proberen dus ook dat trainingsaanbod, dat informeel leren, proberen ze dan ook te accrediteren. Ik denk dat Leontien een heel belangrijk punt heeft, dat formeel training vaak zit daar dan ook nog een accreditatie aan vast. En dat kan dan inderdaad leiden tot meer motivatie, hè, omdat van ja, je kunt het ook nog laten zien buiten je bedrijf, van ja, kijk eens, dit heb ik gehaald.
Maar als je dat informeel leren eigenlijk goed gaat implementeren, zoals nou onder andere bijvoorbeeld bij Philips gebeurt, waarbij dan ook accreditaties voor het informeel leren worden gegeven, dan denk ik dat dat informeel leren wel eens net zo motiverend kan werken. Maar het is belangrijk dat je het in een goed kader, brengt. Nou ja, are employers dan ready for older workers? En het antwoord is eigenlijk hier gegeven. Van ja, nou, 2/3 van dus eigenlijk alle deelnemende organisaties bij dit onderzoek geeft aan dat informeel leren dus essentieel is, maar ook dus sterker benadrukt zou moeten worden binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld via zo'n platform, hè, waarbij je al die mogelijkheden van informeel leren probeert samen te bundelen. Dus het antwoord eigenlijk hierop is dat, ja, dus zeker voor HR-afdelingen ligt er nog een hele belangrijke rol te spelen om oudere werknemers te motiveren. En ik denk dat daar dat is een hele belangrijke uitdaging. Dan komen wij bij bijscholing versus omscholing. Want we hebben het tot nu toe voornamelijk gehad over eigenlijk bijscholing. En bijscholing is natuurlijk, bijscholing houdt in van ja, je blijft binnen een bepaalde baan zitten. En je maakt gebruik van je huidige ervaring. En je probeert op die manieren te trainen. Probeer je kennis te ontwikkelen. En je probeert up-to-date te blijven. Maar op dit ogenblik zien we dat omscholing een steeds belangrijke rol krijgt binnen de politiek. Hè. Dus de overheid is bezig om leerrekeningen te introduceren. En omscholing is een hele specifieke situatie. Want omscholing betekent dat je dus niet alleen maar bezig bent met, ja, dus je hebt ervaring opgedaan, maar nee, je bent bezig met compleet nieuwe ervaring. Dus de persoon bij omscholing is op zoek eigenlijk naar een nieuwe baan. De kennis en vaardigheden, als je omgeschoold zijn, die zijn dan up-to-date, maar je hebt een enorme investering moeten doen om dit te doen. Maar je hebt nog geen werkervaring opgedaan met die nieuwe vaardigheden. Dat is eigenlijk wat eigenlijk de situatie is als je bent omgeschoold. Nou ja, op basis van wat we eerder al gezegd hebben, hè, is nou omscholing, het kost heel veel geld. Dus ja, tenminste, bijscholing heeft altijd de voorkeur in plaats van omscholing. Maar op het moment dat je dan toch gaat omscholen, wat levert het dan op? Nou, dat hebben we onderzocht in een paper, waarbij een vignette-experiment onder werkgevers, dat waren behoorlijk wat werkgevers, duizenden werkgevers. En we hebben gekeken naar de keuze tussen twee sollicitanten. En die sollicitanten, dus elke keer moesten ze een keuze maken tussen sollicitanten. Maar de kenmerken van die sollicitanten, die verschilden steeds poesgewijs, telkens met onder andere leeftijd, ervaring, kennis en vaardigheden. En wat kwam daar nou uit? En dat zien we dus hier. En het is een hele ingewikkelde figuur. Maar deze figuur laat zien het verschil in de kans om gekozen te worden tussen twee sollicitanten naar leeftijd en ervaring. En helemaal links in de hoek, daar bevindt zich de werknemer. Dus linksboven, daar bevindt zich de werknemer. En die werknemer, die is 35 jaar. Die heeft 10 jaar of meer ervaring. En de kennis en vaardigheden zijn up-to-date. Nou, dan moeten we die achterste lijn volgen. En dan gaan wij naar leeftijd. Dan gaan we dus met de leeftijd omhoog. Dus 45 jaar, 55 jaar, 60 jaar. En dan komen we bij dat blauwe uit. En dan zien we bij dat blauwe dat dus een 60-jarige die net omgeschoold is, die heeft dan maar een 60% kans, lagere kans om aangenomen te worden. Maar we zijn er nog niet, want die persoon heeft nog steeds 10 jaar of meer ervaring. Als je omgeschoold hebt, heb je geen ervaring in die nieuwe baan. Het gaat hier uitsluitend om ervaring in de baan waarvoor je moet gaan werken. Dat betekent dus dat we nog door moeten schuiven naar beneden. En dan komen we dus uiteindelijk bij dat cirkeltje uit. En de kans om aangenomen te worden is dan 90 procentpunten lager dan als je dus een 35-jarige jongen bent. Of als je 35 jaar bent en je hebt 10 jaar of meer ervaring. Dus met andere bewoordingen, ja, wat is dan de kans om aangenomen te worden naar bijscholing? Die is vrijwel nihil. Natuurlijk, er zijn altijd incidentele gevallen waarbij mensen alsnog baat hebben gehad bij omscholing, maar gemiddeld genomen zien we dat het niet werkt. Dit zien we trouwens ook terug
bij instanties die dus eigenlijk bezig zijn met omscholing. We zien dat de kans om na omscholing een goede baan te krijgen is heel klein. Dat betekent dus dat bijscholing, ja, omscholing. Nou, de vraag is of je die investering zou moeten doen. De kosten-batenanalyse zal negatief zijn. Gemiddeld genomen. Nou, voordat we naar de conclusie komen dan van dit seminar, dan wil ik u dan nog eigenlijk dan één poll laten geven. En die gaat over die individuele leerrekening. De individuele leerrekening, dat is eigenlijk waar de overheid naartoe wil. Hè, dat mensen moeten punt 1 meer zelf initiatief nemen. Als je zelf meer initiatief moet nemen, de vraag is dan van kunnen mensen dat allemaal wel? Maar de tweede vraag is ook van, ja, wat levert zo'n leerrekening? Dus aan u de vraag, zijn individuele leerrekeningen een goede oplossing om oudere werknemers weer aan het leren te krijgen? Nou, dat is duidelijk. Dat is 100%. Nou ja, ik ben het met u eens. Nou, 17%, 14, 13, 12, 10. Nou, het begint dan toch wel iets Nou, we gaan toch weer bijna naar 50-50, hè? Nou, ja en nee. Ja, nee. 46, 48, 52%. Nou, 50-50 nu helemaal. Nou, het is wordt wel spannend. Nou, we houden het op 50-50. Nou, dus met andere woorden, mensen hebben hier een verschillende mening over. Nou, wat ik op basis dus van eigenlijk onze artikelen kan laten zeggen is... Ja, het heeft wel degelijk, individuele leerrekeningen hebben wel degelijk een effect. En kunnen ook een positief effect hebben. Maar het zal natuurlijk voornamelijk een positief effect hebben op de mensen die al bereid zijn om te leren. Het zal voornamelijk natuurlijk weer, dus niet de risicogroepen helpen, maar voornamelijk hoger opgeleide mensen. En het kan mensen helpen, bijvoorbeeld die door werkgevers niet worden gestimuleerd om dit te doen. Of bijvoorbeeld die gewoon barrières ervaren. Dus er zitten wel degelijk positieve kanten aan de individuele leerrekening. Maar risicogroepen, ja, zullen deze nou daadwerkelijk positief beïnvloed worden door deze individuele leerrekeningen? De vraag is of dat zo is. Er is een vraag, hoor ik. Mag ik nog iets vragen over de kosten-batenanalyse van omscholing? Tot welke leeftijd valt die nog wel positief uit? Ligt de grens bijvoorbeeld bij 40 of 45? Ja. Het advies wat wij gaven in ons paper was omscholing voornamelijk voor 45 jaar. Dus na 45 jaar wordt het moeilijk, maar voor 45 jaar, dan is omscholing, kun je echt nog jezelf volledig ontwikkelen. Ook het voordeel is natuurlijk dat je dan nog steeds ook relatief snel kan leren. Dat betekent dus ook dat op dat moment snel kunt leren, de investeringskosten zijn niet zo groot en je hebt nog relatief goede baankansen. Die zijn nog steeds lager, maar over het algemeen gaat het dan nog lager. Dus ons advies was 45 jaar. Dan zie ik dat er ook nog een nuancering is. Omscholing bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt werkt omscholing wel. Omdat werkgevers op dit moment niet door de geschetste keuze hebben. Ik zou niet inzetten alleen op de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Het tweede punt wat ik toch wel wil zeggen is dat risicogroepen zitten voornamelijk niet in sectoren waar nou echt veel krapte op de arbeidsmarkt is. Risicogroepen zitten ook voornamelijk in toch stervende industrieën, waarbij op het moment dat als mensen daar uittreden, dat ze ook niet meer vervangen worden. Kijk, het is waar dat er een huidige krapte op de arbeidsmarkt is, maar die krapte bevindt zich voornamelijk voor hoger opgeleid personeel, vaak mensen die goede cognitieve vaardigheden hebben. Die mensen hebben nodig, of ICT-vaardigheden, maar dat zijn vaak niet de mensen die bijvoorbeeld zwaar fysieke taken moeten doen die ook behoorlijk routinematig zijn. Dus belangrijk is om te beseffen dat er is krapte op de arbeidsmarkt, maar zeker niet vaak voor de mensen die toch in die risicogroepen zitten. Ik ben het eens met uw nuancering. Ik zou sowieso trouwens niet op korte termijn puur kijken naar natuurlijk een krapte op de arbeidsmarkt. Ik zou meer kijken naar een lange termijn perspectief. Maar hou er rekening mee dus dat voornamelijk risicogroepen dus zelfs met omscholing dus niet altijd
daar even veel baat bij hebben. Ja, de kansrijke beroepenlijst van het UWV. Ja, die heb ik wel eens bekeken, ja. Daar gaan we het maar even niet over hebben. Daar zijn inderdaad, over de UWV-lijst valt nog wat op te merken. Maar dat even terzijde. Maar in ieder geval, tenminste internationaal gezien, zien wij dat voornamelijk routinematige taken, dus niet alleen in Nederland, maar eigenlijk gewoon over wereldwijd, routinematige taken, dat daar over het algemeen weinig kansrijke arbeidsmarktkansen voor zijn. Dat geldt dan specifiek voor middelbaar opgeleiden. Bij de lager opgeleiden, die kunnen baat hebben, maar dan moeten het taken zijn die ook niet uitbesteed kunnen worden aan automatisering. Zeker ook nu de automatisering begint toe te nemen, schrikbarend begint toe te nemen, moeten we nu ook gaan vrezen voor banen ook op dat vlak. Maar dat even terzijde. Tot slot. Wat zijn dan de kernvoorwaarden voor een gezonde arbeidsmarkt? Nou, in ieder geval, ik denk dat het belangrijk is om te investeren in menselijk kapitaal. En dat het belangrijk is dus om risicogroepen zo vroeg mogelijk te identificeren. Ook voor pensioenfondsen, ook voor bedrijven. Nou, omscholing. Ik zeg niet per definitie dat we niet moeten omscholen. Sterker nog, omscholen heeft wel degelijk baat. Maar je moet zo vroeg mogelijk beginnen. In ieder geval voor 45 jaar. We zien dat er op de arbeidsmarkt nog steeds gediscrimineerd wordt op leeftijd. Er is onlangs een studie verschenen waarbij dat niet was. Maar deze studie, toevallig een Nederlandse studie, maar deze studie valt veel op aan te merken. Wat we vervolgens zagen is dat internationaal, maar ook in andere studies, dat het toch wel degelijk wordt gediscrimineerd. Belangrijk is in ieder geval zo vroeg mogelijk beginnen. Het verhoogt in ieder geval je kansen. Maar als je gaat omscholen, dan het beste moet het gepaard gaan met het opdoen van ervaring. Probeer omscholing plaats te laten vinden in een traject waarbij mensen al meteen eigenlijk in een nieuwe baan aan het werk kunnen. Waarbij baangaranties gegeven kunnen worden. Op zo'n manier kunnen we omscholing dan eigenlijk zoveel mogelijk efficiënter maken. Bijscholing wat mij betreft moet nog steeds een voorkeur hebben. We moeten proberen dat mensen eigenlijk niet in dat omscholingstraject hoeven te komen. Hè? Tenminste, voorkomen is beter dan genezen. En die bijscholing die is belangrijk vanwege twee aspecten. Dus allereerst, het motiveert en het is een effectief beleidsinstrument. En twee, het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen gewoon hun kennis en vaardigheden up-to-date houden. En dan voornamelijk dus die focus meer op dat informele leren. En de vraag is dus, hoe kunnen we dit faciliteren? Nou, bijvoorbeeld door bijvoorbeeld te kijken naar goede voorbeelden zoals bij Philips. En dan toch nog even terug te komen bij die kansrijke beroepenlijst. Dat ik vermoed ook dat, en dat zien we eigenlijk ook terug, steeds omdat het eigenlijk accelereert, die technologische veranderingen. Automatisering accelereert echt. En we zien dat het bijna exponentieel toeneemt. Dat technologische verandering ook dus voornamelijk een bedreiging is voor specifieke groepen. Misschien niet voor de komende 2 jaar, maar wel voor over een periode van 5 à 10 jaar. En dat betekent dat we zeker bij die bijscholing en die omscholing ook nu al heel duidelijk moeten gaan kijken naar welke taken gaan er binnen de komende 10 jaar verdwijnen. En welke mensen kunnen het waarschijnlijk dus ook nog tot hun pensioen niet meer door. Nou, dan zijn we tot het einde gekomen van deze webinar. En ik wil u hartelijk bedanken voor uw aandacht. En als er nog vragen zijn, dan zie ik die met heel veel plezier tegemoet. Hartelijk dank. Oké, dankjewel Wim voor het super interessante verhaal. Ik ga het heel even in beeld. Om in ieder geval nog even aan te geven dat alle mensen die zich voor dit webinar hebben aangemeld, sowieso nog een linkje krijgen, een e-mail met een linkje om het webinar terug te kijken. En waar mogelijk zullen we dan ook linkjes naar het onderzoek toevoegen. En een aantal van de onderzoeken die behandeld zijn, staan sowieso ook op netspark.nl. Als je zoekt op Montizaan, dan zul je die papers ook terugvinden. Ja. Hartelijk bedankt voor jullie deelname en graag tot ziens een volgende keer. Ja, en hartelijk dank voor de hele interessante vragen. Ik vond het hartstikke leuk om te doen.